Goedemorgen en welkom bij de vierde leesles van thema 3 alweer. En we starten vandaag met woorden maken. En ik wil je vragen om alle klanken op te schrijven op papiertjes en hiermee zoveel mogelijk woorden te maken. En natuurlijk met onze nieuwe letter U kan je een woord maken, bijvoorbeeld U. De U hier. Bijvoorbeeld kus. Zet de video maar even op pauze en ga zoveel mogelijk woorden maken. Het doel van vandaag is dat we woorden lezen met de U ook in zinnen. En ik laat je nog eventjes het letterfilmpje zien en probeer minstens 5 woorden te onthouden die in het filmpje voorkomen. Vandaag gaan we het hebben over de U. Ben je aan het knutselen? Dat is een woord met de U. Net als rups. Wat maak jij een mooie krul? Kijk nu, een gum. Geef je de rups een muts? Mooi hoor, het is net kunst. Ik weet nog een heel leuk woord met de U. Knuffel. Wat gebeurt er nu? De knuffel is stuk. Oh nee, het is een puzzel. Wat knap, je maakt die puzzel helemaal zonder hulp. Weet je het klankgebaar nog van de U? Ik ga hem je laten zien. Gisteren in het verhaal had Lee bieten geplant en was helemaal blij en ging ze de biet kussen. Nu gaat het weer over Lee en een biet. Ik ga eens even kijken. De titel van het verhaal is Lee en de biet. En volgens mij gaat ze iets met de biet doen. Dat gaan we straks lezen. Maar eerst gaan we het rijtjesboek lezen en dat doen we weer voor koor. Dus ik lees hem voor en daarna lezen we hem samen in koor. Kus. Kus. Kas. Kas. Bas. Bas. Bak. Bak. Buk, buk, bus, bus, mus, mus, mes, mes, mees, mees, lees, lees, lust. Lust, kust, kust, kiest, kiest, kies, kies, nies, nies, dan, dan, dun, dun, dus, dus, lus, lus, les, les. Je mag de video even op pauze zetten en dan ga je alle woorden nog 2 keer zelf lezen. Daarna zet je hem weer aan. Het leesboek. Gisteren hadden we dit verhaal van Lee kust de biet. En vandaag doen we Lee en de biet. Lees maar met me mee. Lee en
De biet. Daar is Li. Daar is Li. Li kiest de biet. Li kiest de biet. Li is dun. Li is dun. De biet is dik. De biet is dik. Li bukt. Li bukt. De biet bukt niet. De biet bukt niet. Li kookt. Li kookt. De biet kookt ook. De biet kookt ook. Je mag zo de video op pauze zetten en dan ga je zelf de witte tekst nog een keer lezen. Als je daarmee klaar bent, dan mag je de oranje tekst of zelf lezen of dat iemand anders hem voorleest aan je. En dan lees je mee. En kijk maar even of je de woorden met een e in de witte tekst kunt vinden. Zet de video maar op pauze. Had je deze woorden gevonden? Dun en bukt. En bukt stond er zelfs twee keer in. Het is tijd voor het werkboek. En in het werkboek gaan we kijken waar de woorden zijn op het plaatje. Dus je leest eerst het woord, de muts. Dan moet je die verbinden naar een stipje. Als je hem niet kunt uitprinten in het werkboek en je hebt hem niet op papier, dan ga je het gewoon lezen en dan wijs je het met je vinger aan waar je het kan vinden op het plaatje. Dat doe je met alle woorden. Zet hem maar op pauze. De volgende bladzijde van het werkboek, daar moet je goed voor lezen. Want ik zie Li staan en een plaatje. En de afspraak is dat je alle woorden dan leest. Dus Li bukt, Li kust, Li lust, Li bakt. En wat ik ze allemaal heb gelezen, weet ik zeker dat het Li bukt is. Zo ga je dat allemaal doen. En als jij afgesproken hebt in de klas dat je ook de twee ster pijl opdrachten maakt, dan ga je deze ook doen. Zet hem maar op pauze. We gaan flitsen. Doe maar mee. Les. Nel. Kus. Nies. Loopt. Dun. Lien. Buk. Ik ga hem aanzetten en ik doe niet mee, dus je moet het zelf helemaal alleen lezen. Ik ga woorden voorlezen en als je de e hoort, dan steek je je vinger op. Biet. Put. Daar hoor ik de e. Put. Leest. Buk. Buk hoor ik hem ook, de e. Li. Mus. Ja, daar is die ook.
hulp. Dan hoor ik hem ook, hè. Hulp, de u. Ui. Gaar. Lust. Ja, bij lust was die ook. Heel goed. Neus. Kus. Kus is die ook. Goed gedaan. Het woorddoelboek. En die heb je natuurlijk niet thuis. Dus die gaan we even op een andere manier doen. Lees eerst even met me mee. Muts. Mus. Mis. Kies. Bus. Je gaat een plaatje zetten over de woorden heen, zodat je alleen de plaatjes ziet. En dan ga je op een papier schrijven de woorden. Dus ik zie zo straks deze woorden niet, maar ik zie het plaatje van een muts. Dan schrijf ik op muts. En dan zie ik het plaatje van de mus. En dan schrijf je op mus. Maar deze kant zie je dan niet. Als je klaar bent met alle vijf de woorden schrijven, dan leg je een papier op de plaatjes en ga je even goed kijken of je de woorden goed hebt geschreven. Heb je ze goed geschreven, dan ga je naast de woorden, de plaatjes zie ik nu niet hè, naast de woorden ga ik een tekening maken. Dus als ik dit lees, dan lees ik muts en dan ga je een tekening maken van de muts. En van de mus ga je ook een tekening maken. Ben je klaar? Dan haal je je papier weg en dan kan je kijken of het klopt met de plaatjes die hier staan. Zet de video maar op pauze. Heel goed gedaan, dan heb je je woorddoelboek gewoon thuis gemaakt. Hartstikke goed. Oké, het werkboek, die heb je daarnet gemaakt. We gaan ze even samen lezen. De muts, die was daar. De nul. De mus leest. Die zit in de bus te lezen. De kus. De mus tikt. Met zijn snavel. Hier. En de bus. Het volgende plaatje. Hier staat boos. Nou, dat is die zeker. Lek. Een lus. Om zijn benen. Dun. De man bukt. En de biedt. De volgende bladzijde. Daar moest je goed lezen. Ik lees alleen die goed was. Lee kust de biedt. Dat zie ik ook op het plaatje. Lee leest een boek. En Lee kookt de biedt. We hebben vandaag het verhaal gelezen van Lee en de biet. En die had ze in een pan gestopt en gekookt. En we hebben dus geoefend met het lezen van woorden met een u. En deze keer ook in zinnen. Tot de volgende keer en ik hoop dat je snel weer op school bent.